Younes. En Milik. 0-1. Zo blijft hij maar scoren. Milik maakt zijn 14e. En dat doet hij op een heerlijk moment voor Ajax, zo kort voor rust. Solo, oh, schitterend gedaan, El Ghazi. Drie man van Ajax tegen vier van Heracles. En het is 2-0. En hij doet het weer. Hij deed het aan het begin van de eerste helft. En hij doet het aan het einde van de eerste helft. Arek Milik. Milik gaat de vrijheid erop nemen. Maken van de 2-0. En maakt hier. Oeh, Van Leer. Wel heel makkelijk. Ook de 5-0. Milik heeft die goede linker. 3-0. Al weken zo scherp als een mes. Arkadiusz Milik. Voor. Neemt veel risico. Veel te veel risico. Milik met de kans. En weer een redding van Jones. Dan kan het alsnog. En doet hij dit heel subtiel. Arek Milik scoort voor de vierde wedstrijd op rij in de Eredivisie. Het is een fraaie. Nu krijgt Boylissen wel de tijd om een bal te versturen. En is Milik weg. Dat zou de eerste grote kans kunnen worden voor Ajax. Sterker nog, dat is hem. En het is meteen raak ook wat effectief gedaan van Milik. De Polen scoren hier in Leeuwarden. En dan is Sillissen weer gedwongen een lange bal te spelen. Die kan goed vallen of kan verkeerd vallen. Deze keer valt hij goed met Milik. Weglopende ruimte gemaakt, kies naar Milik, maakt het af, ja, prima gedaan. Zo'n lange bal die juist valt en de tweede keer dat Milik scoort. Hier komt de voorzet richting Milik, dat is de kans en dat is al de goal. Na 1 minuut en 12 seconden komt Ajax op voorsprong. 5 duels op rij heeft hij nu gescoord en dit is de allerbelangrijkste in die reeks voor Arek Milik. Snel voor de Milik! Ja! 2-1! Kiesna, Milik draait vrij. Milik! Ja, wat een mooie goal van Milik tegen zijn landgenoten. Arkadiusz Milik. Die bal iets laten krullen. En dan is het raak in Amsterdam.